Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is weer tijd voor voetbaltijd. Dit keer vanuit Raw Milk Company, een sponsor van ons in De Lutte. Met vandaag in de opstelling Jeroen Heubach, René Wagelaar en Neu Mitglied der Aufsichtsraad Schalke 04, Juri Mulder. Juri, gratuleren. Dank je. Hoe gaat ie? Ja, gaat goed. Ja? Ja. Want kon je de lokroep niet weerstaan? Is dat het verhaal? Nou, dat is niet helemaal het verhaal. Maar, want er is al wel eens eerder contact geweest met de vraag of ik me daarvoor... Ik zit dan in die raad van commissarissen, de aufsichtsraad, raad van toezicht is dat dan. En dat is een raad van 11 mensen die worden gekozen door de leden. En Schalke heeft 160, ja. Het is van Schalke 04, 160.000 leden, dus een grote club. maar er is dan ook een klein gedeelte van die raad, die worden dan vanuit die raad worden die gekozen. Dus niet door de... Nee. En nou ja, daar hebben ze de laatste jaren een beetje behoefte aan iets meer. Er zitten juristen in, er zitten financiële mensen in. Want moet natuurlijk alles gecontroleerd worden, alle stromen en financiële dingen. Maar er zitten eigenlijk niet echt technische mensen in. Huub natuurlijk wel, ja. Huub Stevens. Maar die stopte mee in juni. Nou, en dan hebben ze in juni een verkiezing. Nou, dan worden er nieuwe gekozen. Sommigen moeten eruit. Je hebt wat wisseling, een stuk of 4, 5. Maar ik zit er nu al in. Ze hebben mij daarvoor gevraagd. Hadden ze al eerder gedaan, maar toen dacht ik van, ja, moet ik dat wel doen en zo. Is dat wel iets voor mij? En wat kan ik de club toevoegen? En nou ja, maar goed, die roep is wel wat sterker geworden. Nou, en uiteindelijk, zeker met de degradatie, hè, gedegradeerd naar de tweede Bundesliga. Toen dacht ik, ja, het is toch... Ze hebben echt hulp nodig op de een of andere manier. Wel mooi dat merkte dat ik ook aan die mensen, weet je wel. Ja. Dus, Heb je ook gevraagd voor technisch directeur Juri? Nee. Maar daar heb ik ook geen expertise voor. Ik weet niet of ik het maar zou kunnen. Maar je moet hem wel controleren eigenlijk, hè, de technisch directeur, vanuit de... Nou, en ik heb er misschien bestaat. Wel expertise voor. Dat is expertise, is het goede woord niet. Maar ik vind dat ook niet, dus het is link. Om iemand die totaal geen ervaring heeft, gelijk bij zo'n grote club technisch directeur. En dat is mijn ambitie ook niet. Wat dat betreft is het ook hartstikke goed. Iemand die niet die ambitie heeft, die daar dan misschien boven... Misschien wel goed. Ja, is toch beter. Goed. Ik ben daar vrij blank in. Toch is het zo. Toch is het zo, hè, als we kijken naar hoe Schalke ervoor staat, René. Gisteren ook weer een artikel. Schalke 04, dem Abgrund entgegen. De ploeg is natuurlijk... De club is in gevaar, tussen aanhalingstekens. Dit is een ongekende sportieve val die ze meemaken. Moet hij dat wel doen? Of is het juist mooi dat hij dat op dit moment doet? Het is toch fantastisch om te doen. Het is toch een mooie uitdaging. Dat als Huntelaar eigenlijk vorig jaar al, of dit seizoen. Het is toch een uitdaging. Juri is eigenlijk voor misschien wel 75% Schalke. Zo zie ik hem altijd. Als ik altijd aan Juri zijn carrière denk, denk ik heel veel aan Schalke. Ja. En als hij die club nu kan helpen en hij kan technische ondersteuning bieden. Ja, dat past precies, man. Ik had hem ook wel heel graag bij Twente. Maar je hebt het echt, jij hebt me echt goed in wiskunde. Want ik heb namelijk... nu gaat Jeroen ook naar voren. Ja, Jeroen maar ik heb 12 jaar gevoetbald en ik heb 9 jaar voor Schalke. Ja. Dus dat is precies 75%. Wiskundig uitgekiend verhaal. Nee, maar dat meen ik echt. Ik zie Jeroen alleen maar bij Schalke altijd. Twente heb ik nog even meegemaakt in die tijd. Ja, ik ben toch ook echt Twente. Ik heb mijn hele leven woon ik in Enschede. Ja, maar gevoetbald bedoel ik. Echt Schalke was dat. Mooi, man. 80.000 man. Wat zat er toen? Nee, iets minder. Nee. Maar Jeroen, als jij Juri moet opdelen in percentages, hoe gaan we het verdelen? Waar was het ook alweer? Is het echt 50-50? 9 jaar choker, hè? Ja, maar qua gevoel ook, denk ik. Jeroen ging naar het voetballen toe. Ja, dat willen we van Juri net. Hey. Hoe is jouw band met Schalke vanuit het verleden? Ja, ik ging vroeger naar Schalke toen Juri daar speelde. Ik ging met de jongens van vak P ging weer. Ja, en had uiteraard. Morgens, want ik speelde toen bij Twente. Toen moest in de jeugd ik, nog, ja, bij jeugd of ja, voor mij bij tweede. Ja. Moest ik 's morgens trainen om 10 uur en dan was ik klaar. Stapte ik in de auto bij de jongens en dan gingen we naar Kelsenkirchen. Want om 3:30 was de wedstrijd en ik heb Europese wedstrijden van Juri heel veel gezien. Ja. Dus jij juichte voor Juri. In het oude stadion nog. Jij juichte voor Juri.
voor Schalke. Maar even terug, hè? Maar Jury, dit past toch precies bij jou om te gaan? Nou, weet je wat het is? Kijk, als je maar invloed krijgt, anders heeft het geen zin. Nee, maar goed, invloed, tuurlijk moet je een beetje invloed hebben of zo. Maar je moet het vooral, je moet het samen doen. En dat is wat dat is er een beetje om. Dat is ten eerste leuk, maar het is ook, dat is wat er, denk ik, ontbreekt bij Schalke. Je hebt heel veel stromingen, je hebt heel veel mensen die, die een bepaalde, belang altijd hebben. Weet je wel, die dingen voor een belang doen. Dat zie je overal. Ja. Belust bij, allemaal macht. Wat zeg je? Belust of macht natuurlijk. Ja, macht weet ik veel. Geld. Of je eigen... ego. Dus. Maar dat heb ik eigenlijk totaal helemaal niet. Ik bedoel, maar dat interesseert mij niet. Nee. En dat is wel goed, dat past. Ik verdien er ook niks mee. Dus, wat dat betreft doe ik het helemaal eigenlijk voor mezelf wel. Want het is voor mij een geweldige levenservaring. Ja, leuk. Maar, en het is ook niet dat ik... Kijk, er is een technisch directeur, er is een technisch manager. Je bent meer, zeg maar, raadgevend. Alleen, er moet wel overal een handtekening onder. Dus je bent wel verantwoordelijk voor... Ja. Dat weten we nog wel uit de tijd van Twente, als je een handtekening zet. Dat je dat niet zomaar kan doen. Dat je overal op moet letten van wat je gaat doen. Altijd opletten, altijd controle. Ja, altijd. En Schalke zit natuurlijk diep, hè. Blauw-wijs zit diep in Gelsenkirchen, maar ook in deze regio. Hè. Er is natuurlijk een samenwerkingsverband. Er is een supportersclub uit Enschede, de grootste buitenlandse supportersclub. En Jeroen zat daar eigenlijk ook. Ja, ik ben ook geweest. Maar ook als je kijkt hoe de supporters met elkaar omgaan, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Dat is één eigenlijk. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon... Hoe zie je dat voor je? Nou, kijk, dat met de supporters en... Je hoort wel, ik heb ook de laatste 10 jaar, op een gegeven moment dat je dacht van, ja, dat je naar het voetbal keek en dat je ook een beetje niet meer zo voor interesseerde of zo, weet je wel. Het lijkt alsof het een beetje verwijderd is van dat waar die club voor bedoel je nou alleen staat. Schalke of überhaupt voetbal? Überhaupt. Nee, ook überhaupt misschien een beetje voetbal, als je nu al het gedoe met de Super League ziet. Ja. Ja. En zeg maar, het geld wat erin omgaat. Bedoel, en die mensen die op die schermpjes kijken in Zeist, hoe heet dat ook alweer? Daar gaan we het zo nog over hebben, over de VAR. Maar alles is veranderd. Als bar heet dat. Nee, maar goed, dus en dat is bij in Gelski is dat ook een beetje het geval. Dus die... Ja, dat... Maar bij Schalke is het toch wel zo erg gewoon dat ze om de 2 maanden zeg maar trainer eruit gooien. Maar ja, dat is toch ook... Niet normaal. Maar dat is toch ook niet normaal. Dat is een uitvloeisel van... maar het zit diep, ik kan me nog herinneren, een prominente Schalke supporter uit Enschede. Hè, de voorzitter van Blauw-Wijs Enschede, om maar even zo te zeggen. Daar was ik ooit een keer voor een reportage en ik vroeg aan hem, waar zijn vrouw bij was. Ik vroeg het wat aanmatigend, van als je nou moest kiezen tussen je vrouw of Schalke 04. Nou, dat was voor hem geen enkele keuze. Hij zei, natuurlijk voor Schalke. Want van Schalke is er maar één en van vrouwen zijn er zat. En 3 maanden later woonde die, geloof ik, samen met een Duitse Schalke supporter. Oh, serieus? Ik weet niet hoe het nu gaat, maar het zit zo diep verankerd. En de vraag van een aantal mensen die hebben gereageerd natuurlijk, hè, die vragen hebben gesteld, is ook... er is veel sympathie, Jury, onderling, hè, Twente en Schalke, zoals Jeroen net al zei. Kun jij niet een samenwerking tussen Schalke 04 en FC Twente aanwakkeren? Is de vraag van Thijs Wessels. Ja, nou, ik denk dat er sowieso dat ik zou dat fantastisch vinden. Ja, ja. Spelers uitwisselen. Weet ik niet. Ja, maar goed, zover ben ik natuurlijk niet. Ik sta in het begin van een... en ik heb, zeg maar, de werkvloer heb ik daar niet direct invloed op. Nee. Daar hebben wij een technisch directeur voor. Maar natuurlijk was dat... Daar zijn we vroeger wel bij gevaren. Ja. Twente zal je dankbaar zijn. Maar dan nog wat. Ik bedoel, weet je wat, het is ik denk dat ze ook bij Schalke, ook door de financiële situatie, dat je ook gewoon terug moet naar veel normaler. En ik denk dat uiteindelijk de mensen daar blij mee zijn. Ja. Ik bedoel, als er in een stad waar kinderarmoede hoogtij viert, in een stad als Gelsenkirchen, maar er spelers 5 miljoen euro verdienen, ik noem maar wat. Hè. Ik chargeer beetje misschien een beetje. Beeld, dat is misschien een beetje scheef beeld. Ja, dan maar geen... en je degradeert dan ook nog. Ja. Volgens mij moet er dan iets veranderen. Dan moet je Als je iets moet veranderen, is het wel. Dan, ja,
vraag is of ik dat kan. En ja. Of de maar dat gaat jou niet lukken, Jury. Dat gaat jou nooit lukken, want dan gaan ze naar een andere club. Als stel, dat blijft met die salarissen, blijft dat maar gek gaan dat je denkt, een Schalke of wat dan ook. Nou, dan gaan ze naar een andere club als ze daar weer hetzelfde wie bedoel je? Nou, jij zegt die verschillen. 5 ja, maar wie gaat er dan naar een andere club? De speler. Ja, nou, dan pak je toch een andere speler. Pak je toch een andere wijze van spreken. Minder. Ja. Talentvol nee, maar, dat is nee, maar je moet ook spelers hebben die willen spelen voor die club. Als je niet wil spelen voor die club, dan ga je lekker gaan. Nee, maar, die spelers die dat nu verdienen, die zijn gedegradeerd. Zijn die dan zo goed? Mentaal dus jij koppelt dat wat ze verdienen aan hun kwaliteit. Nee, mensen zijn gek op geld. Dat gaat niet altijd op. Mensen zijn gek op geld en dat is nummer 1. Dan denken ze, oh god, ik moet ook voetballen. Dat is de volgorde. Bij veel het is andersom. Is dat zo natuurlijk. Bij 9 van de 10 is dat van geld de hele dag. En dat zal ook bij Schalke weer zo zijn. Maar dus nog één dingetje, Julia. Want jij zegt inderdaad van, je moet misschien terug naar normaal. Maar Schalke is natuurlijk een grote club. Een vulkanische club, dat weet jij als de beste. Ja. En als het succes niet gelijk komt in de tweede Bundesliga, dat je gelijk terugkomt naar die heilige Bundesliga, wat zal dat betekenen? Of moet je nu begrip gaan kweken voor een eventueel langer verblijf? Nou, ik vind dat het ergste wat er kan gebeuren is dat je zoveel risico gaat nemen om direct weer omhoog te gaan, dat je de club in gevaar brengt. Ja. Dus dat mag je nooit doen. Dus een goed fundament nu neerzetten en dan niet blind gelijk promotie najagen? Goed fundament. Je moet ten eerste, ik denk dat je eerlijk moet zijn over hoe de situatie is. En dat je daar ook de mensen die die club vormen, dat zijn leden en dat zijn fans, dat die daar duidelijkheid over hebben. En dan kunnen ze begrijpen ook waarom het misschien iets wel lukt en iets niet lukt. Ja, ja. En dat is schimmig. Dus mensen, dus iedereen praat en iedereen vindt wat. Maar niemand weet eigenlijk precies hoe de situatie is. Gaan er veel weg, spelers van deze groep? Weet je niet, niks van gehoord. Ik heb nog technische. Als je ze zo ziet spelen, zou je zeggen, doen ze allemaal wegwezen. Ja, op sodemieteren. Ja. Ja. Ja, ze hebben toch nog talent. Maar dat is natuurlijk niet zo, maar ja, nou ja, goed. Ik bedoel, Een ex-speler van Schalke 04 staat komend seizoen in het doel bij Twente. Een ex-Schalker. Oenerstar. Ja, keeper, ja. Die hadden ze bij Schalke wel kunnen gebruiken, als ik het zo zie. Ja. Maar dan hoef jij je niet Hubert zo äußeren, hè? Nou, nee, maar goed, ze hebben ook een beetje een, kijk, als jij we zijn het allemaal over eens dat het voetbal niet, we hoeven toch niet moeilijk over te doen. Dat er niet gepresteerd is. Dramatisch. Dus en vaak is het ook zo. Historisch slecht zelfs. Nee, maar en vaak is het ook zo. Een goede ploeg begint bij achterin bij een keeper en eindigt voorin bij een spits of omgekeerd. Ja. Ja, toch? Het is heel simpel. Ja. Als je die twee goed hebt, dan ben je al heel eind. Ja. Nee, je had het net over de VAR en niet zonder reden. Ik bedoel de wedstrijd, de derby tussen Twente en Heracles, nou ja, we hebben het gezien, het was niet veel, 1-1. Twente had misschien iets meer verdiend, maar het ging na afloop natuurlijk alleen maar over die rollende bal bij Drommel. En hoe heb jij dat nou gezien? Zijn ze gek geworden of zeg je van, ik kan er wel begrip voor opbrengen? Ja, de scheidsrechter heeft natuurlijk zijn excuses aangeboden en de VAR ook, voor de goede orde. Ja, die VAR is die nachtig gehaald, maar ik hoop niet dat die gaat fluiten, zeg ik al, want dat is dramatisch natuurlijk wat die man. Ed, het is heel simpel. We hadden het er voor de tijd over, als je kijkt naar wat daar gebeurt met zo'n VAR, elke keer weer heel snel weg met het hele spel uit Zeist. Heel snel, want het slaat helemaal nergens op. Wat zei je? Het slaat echt helemaal nergens op. Ja, helemaal weg. Misschien kun je nog doen doellijntechnologie, dat zou nog kunnen. Ja. Maar de rest, ja, gemiddeld gezien heeft de VAR toch wel meer waarde, Jeroen, of niet? Gemiddeld wel, maar ik ben wat met René. Ik vind ook dat de VAR gewoon weg moet. Want je hebt wedstrijden, is ook niet. Ik denk als de VAR weg is, dat je misschien nog wel wat hardere wedstrijden krijgt, wat meer pit erin af en toe, denk ik. Jij van houdt. Ja, waar ik van hou. En ik denk, dat vinden de meeste mensen ook wel leuker om te kijken, denk ik, en wel met inzet en zo. Want jij zat afgelopen weekend te kijken naar Twente. Kan toch niemand. Ja. Helaas niet in het stadion, maar thuis. En jij juichte op, of je juichte al bij de penalty? Nee, ik juichte niet. Ik was wel blij dat Twente penalty kreeg. Ja. Maar toen werd alles teruggedraaid. Ik denk van, waarom eigenlijk? Want hoe vaak gebeurt het wel niet? Ja, je keeper wil snel uitnemen, gooi je bal niet zo, en draai je weer wel en dan schiet de keeper snel. De vrije trap ook altijd. Ja, dan loopt hij nog iets en dan neem je hem toch. Ja. Dan ga je dat niet heel vaak doen. En dan komt er een minuut later een goal. Even wachten. Ja. En dat is juist het moment dat je snel kunt. Nee, maar dat was geen goal. Nee, maar dat was een penalty. Ja, nu is het een penalty. Maar soms is het een goal. Maar dan mogen ze dit niet doen. Dat was het foutje. Oh. Ja, want het ging om het feit dat het geen doelpunt was, hè? Ja, toch? Als het een doelpunt was geweest, dan was het wel weer.
Maar de VAR had zich er helemaal niet mee moeten bemoeien. Nee, maar je hebt eigenlijk moet een scheidsrechter tijdens zo'n wedstrijd een advocaat, een jurist naast zich hebben lopen. Maar die, mag ik dit wel? Ja. Mag ik dit niet? Ja. Even overleggen. Ja. Met twee tallen het veld in. Ja. Het moet heel snel weg. Lekker weer naar vroeger. Als kan. Een beetje een overtreding. Het is een fout van die scheidsrechter. Maar ja, hij moet aan zoveel dingen denken. En, dat, en hij biedt zijn excuses aan. Lindworm is ook nog heel jong, of niet? Lindhout heet hij. Of Lindhout? Ja, Lindhout. Is nog jong, hè? Je kunt een foto maken zonder VAR. Ja. Goed, hoe dan ook, die jongen moet leren. Heeft een fout gemaakt. Ik ben voor scheidsrechters die hoog hebben gespeeld. Jury, jij zou een wedstrijd kunnen fluiten als je wil. Conditioneel zal het even de eerste 7 minuten wel lukken. Maar bij wij die hoog hebben gespeeld, zet je er neer. Nee, echt niet. Nee. Die voelen dat aan. Ja, nee. Kuipers is een goede, omdat hij hoog gespeeld heeft. Kuipers is een goede scheidsrechter. Ja, ook met een overtreding. Is dat wel een voetbalovertreding of niet? Ik ging wel eens partijtjes fluiten bij Twente. Weet je wel, omdat je zo als trainer... Liep gigantisch uit de hand. Echt waar. Maar dan ging er een bal over de lijn en dan dacht je echt van... Shit, voor wie was die nou? Ja. Het is moeilijker dan je denkt. Hij had altijd de verkeerde kant kiezen. Ja. Nou, en dan gingen die spelers gingen tekeer. Ja. En dan zeg je, maar dit doet juist om te trainen. Achteraf zei ik van, nee, heb ik expres om een beetje de sfeer... te trainen, dat je niet in de scheidsrechter gaat. Maar omdat je niet scherp bent, maar als je echt daar opleiding voor hebt... En je hebt gespeeld zelf, dan weet jij wel wat een echte overtreding is. En dat rollen en dat... Dat klopt. Jeroen, maar ja, 4 wisselingen bij Twente en ze spelen 1-1. Hadden meer verdiend. Wat vond jij ervan? Ja, wat is meer verdiend? Ja, ik denk dat ze op grond van het spel misschien en de kansen... Ja, maar juist het 25 minuten... Hij was slecht, dat is was, leek er niet op. Was Heracles wel juist beter in het spel. En, maar naarmate, Twente kreeg iets meer grip. Maar qua kansen creëren, ze hebben ze... In de eerste al 3 minuutjes geraakt met een paar ballen van Leeuwen of goed hè? Van Leeuwen. Tussendoor. Ja. Dat is het enige wat ze in principe bij hem gehad als kansen, denk ik. En dat zijn ze, op dat moment is het Kantel. En voor de rest verdient hij eigenlijk. Ik denk dat het gewoon gelijkspel gewoon verdiend is. Wat vond jij, René? Heracles eerste half uur duidelijk beter. Ik denk dat gaat de verkeerde kant op. En toen kwam die bal op de paal van, moet ik even goed zeggen, kopbal. Twente dus ging op de paal. Daarna leek Heracles wat bang te worden. Ik heb ze ook niet meer teruggezien. En in één keer dachten ze, hé, wat is dat voor raar speel? Dat heet gras. En dan zie je dat ze de tweede helft... Ja, echt. Ik vind dat zo vreselijk. Dat kan ik elke keer zeggen. Je kunt er maar niet aan wennen. Ik wil er ook niet aan wennen. Maar je ziet ook het verschil bij Heracles. Alleen maar voor de goal hangen lijkt helemaal nergens op de tweede helft. En Twente kan niet beter op dit moment. Nee. Dit is het. Ja. Er zit geen creativiteit in. De enige die iets creatief is... is Van Leeuwen. Die wil nog een keer een actie doen met een bal. En voor de rest, zeg het maar van achteruit. Het is er zit helemaal niks in. Waar zit het er nou in? Dat het jullie die zijn zo... niet creatief. Het nee, is... maar wat is het nou echt Czerny of zo die ze dan missen? Waarom het nou in die tweede... En trouwens, die Danilo maakt wel een wereldgoal. Ja, dat is waar. Maar het is niet Czerny en je hebt die Spanjaard. Die Spanjaard die... Willow. Dat vind ik ook wel... Maar de opbouw via het middenveld. Dan hebben we 3 middenvelders. Als je Bos ziet op 10... Ik denk dat hij... Heeft hij een bal goed geraakt? Nee, alleen maar aan het rennen. Ik kom niet aan het voetballen. Ik moet voetballers hebben daar. Maar ik hoor Jans juist vorige week, zei Jans juist, het zit hem niet in creatief zijn, maar juist in zit er ook niet. Ja, die was en mentaal was het vorige keer slecht. En creatief zit er al sowieso niet in. Ze hebben nu al meer gebracht dan vorige week tegen Fortuna. Ja, mentaal. Ja. Maar creatief zit er toch niet in. Nee. Maar goed, FC Twente gaat de selectie natuurlijk oppakken voor de komende tijd. Jan Streuer is bezig. Een van de spelers, Jury, jij bent ex-spits. Een van de spelers waar FC Twente interesse in heeft, dat is Robert Muren van Cambuur-Leeuwarden. Oh, dat vind ik goed. Juich jij daartoe? Ja, vind ik een goede spits. Of is het een typische eerste divisiespits? Dat ook wel wat gezegd, hè? Omdat hij het nog niet op het hoogste niveau heeft bewezen. En al in de 30 is. Ja, dat is wel waar. Maar kijk, het is een beetje ook hoe wil je spelen. En hij is wel echt wel een spits die makkelijk scoort. Ja. Maar hij is ook wel een speler, fysiek wel vrij goed, waar je vanaf kunt spelen. Dus waar je als je daar een goede spelers omheen hebt. Ja, goed, Danilo gaat die, denk ik, die gaat maar hij heeft ook bij AZ gezeten. En toen kan het ook maar was hij een stuk jonger en AZ is een niveau of 2 hoger. Ja, nu is hij niet 32. Nee, 31. Maar je zou dat ook van Veerman bijvoorbeeld zeggen, met hetzelfde. Ja. Hè? Dat is echt een is. Ja, eerste divisie, tweede Bundesliga. Heeft hij laten zien. Ja. En, weet je wel, maar, dus maar Twente heeft ook niet zoveel te willen, Jury. Financieel kunnen ze niet zo heel veel. Dus ik vind je kan niet in een andere categorie kijken. Je kunt hooguit een goede 10 huren ergens misschien. Of eentje die net zo vrij ik vind hem technisch vind ik hem heel goed. Ja. 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 En misschien is hij nog niet... Ja, goede, is hij ook.
Goede ja, trap. Is die ook. Maar dan weet ik niet de handelingssnelheid Eredivisie, hoe dat zal gaan. Maar ja. Is wel een prima speler. Hij schiet ze al hoeken erin. Dus, misschien ja, moeten ze dingen ja. Wel meteen erbij halen. Hoedemakers die erachter zitten, die 10. Die van Cambuur. Die kennen elkaar al goed. Ja. Dat is een mooie nou ja, maar dat zeg ik. Dus je moet een beetje denken in het in koppeltjes. Of in, ja. In een, ja. Ja. Of een buitenspeler die er steeds bij komt. Ja. Jij hebt wel steun nodig. Ja, maar Menig hebben ze nog vast liggen. Nou. Een Nazing die gaat. Van Leeuwen zit erachter. Rots, daar nog een ervaren man bij. Goede team. Ja, nou ja, Ekkelenkamp is, dat heb ik al 83 keer genoemd. Dat is al 80 keer genoemd. Ja, dat zou maar goed, dat, super zijn. Dat is natuurlijk... Ja, ik vind het een goede speler. Ja. Ja. Die blijft lopen, die blijft gaan. Technisch goed. En die scoort. Ja, scoort. Ja, ja toch? Je moet midden, kijk, je hebt scorend vermogen nodig. Dus je hebt doelpunten moet je in je ploeg halen. Nou, als je middenvelders hebt die scoren, dan is dat... Want Danilo, dat zijn toch een hoop doelpunten die weggaan. Zijn er weer 15, 16, misschien wel 20 straks. Ja, dat is de man die scoort. Czerny is te veel gescoord. Ja, die is pas in december weer fit. November. Middenveld scoort helemaal niet. Nee, nou ja, goed, daar wordt op geselecteerd natuurlijk voor de komende tijd. Hoe dan ook, ja, er is ook een gokschandaal in de Eredivisie gesignaleerd. Heb je daarvan gehoord toevallig? Ik heb er wel van gehoord, maar ik ben heel benieuwd wie dat is. Ja, ja. Ik ja. Ben echt heel benieuwd naar... Ja. Ja. De NOS... Ze weten wie het is, of niet? Ja, ze weten wel wie het is, ja. 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 De NOS heeft onderzoek gedaan, die weten wie het is. Ze hebben ermee gesproken. Ze hebben ermee gesproken, er wordt natuurlijk niks openbaar gemaakt. Waarom niet? Als ze dat weten, moeten ze dat toch op openbaar maken? Nou, ik denk dat... Ja, maar Juri, dat ligt wel gevoel. Als onderzoek. Als gevoel, als iemand... Straks is het helemaal niks. En heb je, ja, dan is dan weten ze altijd het. Een stempel. Nee, wacht even, maar dan weten ze het niet. Omdat nog onderzoek Eddie zegt, ze weten het. Ja, omdat een politie onderzoek maar het is nog onderzoek van... Is een onderzoek? Heeft hij het echt gedaan? Hij zegt, ik heb wel meer van die overtredingen gemaakt. Nee, ja, maar ja, nooit dat geel heeft hij niks. Eddie, of... Nee, hij zegt, ze weten het zeker. Ja. Ze weten dat, dus, dat, dat, jij dat zegt, dus ze weten het niet zeker. Dus ze weten het niet zeker. Is niet nee, nou, dan moet je toch niet brengen. Ze weten het niet zeker dat hij... De speler die verdacht wordt, die hebben ze verdacht. Natuurlijk... Ja, die wordt verdacht. En de vraag is of hij het met opzicht gedaan heeft. Alleen... Ja goed, om zeg maar die jongen niet vals te beschuldigen. Want stel dat uitputtende onderzoek blijft van het Openbaar Ministerie. Dus ja, zij denken het zeker te weten. Ja, maar dan moet je dat brengen. Dat is de rechtsgang, hè. Ik bedoel, je beschuldigt iemand en vervolgens moet de rechter beslissen of het... Nee, maar ja, journalist. Jij bent ook journalist geweest. Jij bent journalist. Als je het zeker weet dat iets gebeurd is, dan moet je het brengen. Ja, maar niet wachten tot er een rechtszaak is geweest. Ja, maar vanuit de politie. Ik ging een straat achter mij met een loterij rond. Die vrouw woonde toen alleen, was net gescheiden. En ben ik naar binnen geweest voor de loterij. Kopje koffie? Ik ben een half uur binnen geweest. Ben ik dan vreemd geweest? Geweest of niet? Ik heb daar alleen maar koffie gedronken. Ja, maar als ik journalist ben, ben en ik ken jou en ik weet het zeker, dan ga ik geen rechter afwachten die daar een oordeel over brengt. Dan zet ik het in de krant. René Wagelaar is vreemd geweest. Maar dan moet je toch zeker weten? Ja, dat weet ik toch. Ja, in jouw geval weet ik dat. Bij hem denk je dat zeker, dat is geen enkele twijfel. Nee, het is wel een beetje raar. 100%. Ik moet eerlijk zeggen dat wij het ook wel weten inmiddels, hè, gelet op wat er allemaal zich heeft voorgevallen. En, maar goed, ook wij gaan het nu niet vertellen. Jij hebt bijvoorbeeld een keer het ontslag van... Je hebt een keer scoop gehad, het ontslag van Adriaanse. Jij wist het zeker. Jij wist het zeker. Ja, klopt. En tenminste, misschien niet helemaal zeker, maar zeg maar zeker. Nee, terwijl het ontslag was nog niet naar buiten gebracht. Klopt. Wat doe je dan? Dan breng je het toch naar buiten? Ja, ik bracht het naar buiten. En dit is de overweging overigens van de NOS, hè. Die gaan daar zo mee om. Alleen, beginnen te knijpen. Is ook de prijs. valt de prijs ook. Ja. Ze willen jongen niet beschadigen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Prudent. Ja. En toen met Adriaas. Ja, ik had zo'n goede bron. Ik noem verder geen namen. Maar ja, zo dicht bij het vuur. Ja, dat kon niet mis. Dus ik kon het met een gerust hart. Degene die jou vertelde had hem zelf ontslagen. Nee, dat niet. Maar hij zat wel in de organisatie. Maar dat geelde zijn. En dat hoort er allemaal bij. Want als je elkaar kent, dan geef je elkaar links. Ach, stille man. Een tip of een advies. Ja, slechte zaak dit. Als je het over Schalke hebt, hè, Kutucu, die speelt bij Heracles op huurbasis. Hè. Dat vind ik niks. Denken, die jongen heeft wedstrijden in de Bundesliga gespeeld, dat zie je er nog niet aan af. Maar weet je wat het is? Als je die ziet spelen, en dat zegt dan weer iets over wat er bij Schalke misschien aan de hand was. Hij was gewoon niet fit. Dat was het. Nog steeds niet? Ja. Nee, het is bijna afgelopen seizoen. Nee, maar toen die kwam, René. Dus hij komt bij Heracles en hij fysiek... Dus hij is niet geblesseerd, maar dan komt hij van een Bundesliga-club die gewoon niet goed getraind genoeg waren om bij Heracles te voetballen. Dat klinkt niet Duits. Dat klinkt niet echt goed, nee.
Dat is wel wat er aan de hand was. Maar hij zat 3 maanden bij Heracles. Het is wel een goede voetballer namelijk. Daar ben ik nog niet met je eens, maar goed. Nee. Wat ik er dan zie, denk ik dat hij niet goed is. Geen Eredivisie. Je ziet hem ja bijna niet. Dat denk ik. Normaal zou hij wel, moet hij dat niveau wel aan. Waarom doet Schalke hem weg als hij dan zo goed is? En ze hebben een spits nodig. En halen Huntelaar op. Nee, maar dat klopt. Omdat hij daar ook misschien net niet... Maar heeft hij heel veel minuten daar wel gespeeld. In de Bundesliga? Zeker. Ja, ja. Hij heeft heel veel ingevallen. Hij en is hoe heel deed veel hij vaak dat? Gevallen. Nou, best wel goed. Hij was echt... Hard werken. Ja, tuurlijk. Het is niet eentje die... Geen Kluivert vroeger. Acties. Nee. Nog even Bundesliga en regio gecombineerd. Dan zien we dat Wout Weghorst waarschijnlijk bij de selectie zit. Omdat het 26 man mogen er mee. In de selectie van Frank de Boer naar het EK. Goeie zaak. Ik denk het wel. Ja. Ja. Via een omweg of via een achterin? Ja, ik weet niet die keus waarom de Boer vorige keer hem niet meer heeft genomen. Ik heb hem al lang bij het Nederlands elftal gehaald. Dus, de Boer mag denk nu een jaar gratis tanken of zo. Dat erbij zit. Waarom neemt hij hem nu wel mee? Die jongen die had het al lang verdiend. Ja. Drie plekken extra. Ja, 3 plekken extra. Nou moest hij wel. En Stenks, die zo'n beetje 4 goede wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen, die zit er al bij. Ja, zo. Jongen, dat vind ik niks. Als een schoonvader, een trainer is. En... Ja, dat is familie. Ja, dat mag ik ook zo goed laten afketsen. Nee, maar zo goed, Jury. Is een schoonvader. Oh, ik dacht van Ronald. Nee, die heeft een andere. Die gaat met die scheidsrechter met de kooien. Kooigevecht, ja, oké. Okay. Meneer Jong, wat is die Stenks? Ah, dat vind ik ook zo matig dit seizoen. Ja. Nee, goed, technisch. En die is bij Nederland zelf en Wout niet. Nog geen kerel. En een kerel is Wout Weghorst wel. Goeie zaken, Jury, dat hij waarschijnlijk meegaat. Ik denk, voor mij is het belangrijk. Als je straks naar het toernooi gaat, dan moet je moet goed voetballen en zo. Maar als je goed gaat voetballen, er zit altijd wel een wedstrijd in waar het misgaat. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld het EK toen in Zwitserland en Oostenrijk en dan lig je eruit. Dus wat moet je hebben? Je moet gewoon kerels hebben die die moeilijk te verslaan zijn, waar je verdedigend heel goed staat. En dat je voorin een paar gasten hebt die er een paar in kletsen. Ja. En of je dan tussen de linies goed speelt en een goed combinatiespel, interesseert eigenlijk niet. Daar win je zo'n toernooi niet mee. Dus je moet Weghorsten hebben. Ik ben een beetje mijn dingetje. El Ghazi vind ik goed. El Ghazi van Aston Villa. Die zie ik heel veel bij Villa spelen. Ja. Ah, die gozer is sterk. En Luc de Jong. Luc de Jong natuurlijk. Maar die zou er eerder in moeten zitten dan bijvoorbeeld Bergwijn. Als je bijvoorbeeld met zo'n systeem met die buitenspelers, dan ben je zo kwetsbaar. Ja. Dan hoeft er maar één buitenspelertje een beetje misselijk, ziek, zwak te zijn en niet in vorm. En dan ga je al. Ja. Dus ga maar een beetje spelen zoals bijvoorbeeld Tuchel doet bij Chelsea. Daar heb je de spelers wel voor. Ja. En het resultaat bij Chelsea, dat zien we daar gebeuren. Ja. Los van het feit dat Ziyech te weinig speelt, maar dit geheel terzijde. We doen nog even de prognoses. Donderdag is er een speelronde, de 33ste, de ene laatste. Het is spannend, vooral in degradatiesferen. Op Hemelvaart hebben we RKC Twente. Wat gaat dat worden, Jeroen? RKC Twente. RKC moet nog punten pakken. Ik heb het altijd lastig gehad. Ik heb volgens mij weinig gewonnen daar, volgens mij. RKC. Gaat Twente daar... Het is altijd lastig. Ik denk een eentje. Uitslag doen we ook even altijd. Oh ja, 2-1. 2-1 voor RKC. Ja. Wat denk jij? 1-0 RKC. 1-0 RKC. Jullie ik krijg dat niet over mijn hart om tegen Twente Dat kan natuurlijk dat niet. Dat kan echt niet. Nee, dus ik zeg 2 voor Twente. 1-2. Dan gaat een keertje winnen. Ja, het moet een keer gebeuren. Ja. Kan nog, hè. Ze hebben nog 2 kansen. Want Europees voetbal, althans de play-offs daartoe, dat wordt niks meer. We hebben nog de wedstrijd tussen Heracles, Almelo en Feyenoord. Feyenoord in last, mogen we zeggen. Wat denk jij? Wat gaat dat worden? Heracles kan het nog halen. Althans, die play-offs dan. 1-1. 1-1. Hij zegt steeds wat ik wil zeggen. Doe mij maar 2-2. Dat is al gelijk. Jij deed het zo. Heracles kan het nog wel flikken, Jury. Ze hebben Sparta nu als grote concurrent om die 8e plek. Mag Berghuis weer meedoen? Ja, of wel? Ik denk het wel dat hij weer... Net wel, hè? Ja. Oké, 2-0 voor Heracles. Oké. Omdat Berghuis meedoet. Nee. Frank doet mee. Nee, maar nee. Berghuis natuurlijk, die hebben ze echt wel gemist. Ja. Maar toch zeg ik dat Heracles wint. Heracles wint, duidelijk. We gaan bijna afronden. We hebben vorige week aangekondigd dat we een hoodie weg te geven hadden. En degene die de juiste uitslag had... In zaken de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en de hoodie. Ja, dat was moeilijk voor mij, maar goed, ik heb hem hier niet liggen. De winnaar is Per Visser, die had 1-1 goed, dus hij komt jouw richting in.
En dan gaan wij hier afronden. Jeroen, bedankt. Jij bedankt, René. Jury, bedankt. Succes bij Schalke 04. Ja, we gaan er wat veel van maken. Veel succes, Jury. Ja, alles. Heb je nog twee kaarten trouwens? Maar zeker, de begint zeker, van die zeker, zeker, zeker. Voorlopig even nog niet. Maar, hopelijk in het nieuwe seizoen. Wij bedanken ook Raw Milk Company voor het feit dat wij hier konden zitten. Als allemaal sponsor. Aan de K4. K4, dat is een van de belangrijke producten. En, een van de, ja. Dat is goed voor het lichaam, maar dat kunt u allemaal gezond, op de website van Raw Milk Company lezen. Volgende week is de gast Siert de Vos, de commentator. We zijn dan terug en dat doen we vanuit Deventer. En voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens.